Nog maar twee nachtjes slapen en dan zijn de verkiezingen van Rotterdam voorbij. Gelukkig. Ik kende de Rotterdammer niet anders dan boos en afgunstig op Amsterdam en de Amsterdammers, door hun Joden genoemd. Altijd woedend, omdat het in hun ogen in dit land te veel om Amsterdam draait. Omdat Amsterdam de hoofdstad is en omdat er te veel bekende Nederlanders in Amsterdam wonen. Het Second City-syndroom. Ik vond het een beetje sneu, maar ook vermakelijk en ook wel sympathiek. Ik kom zelf uit Arnhem en weet dus alles van minderwaardigheidscomplexen. En toen verzon een of andere gek op het Mediapark dat het bij deze verkiezingen nou eens om Rotterdam draait. Vanuit de gedachte dat wat daar gaat gebeuren later ook in de rest van het Nederland gebeurt. Vroeger gebruikten ze daar standaard Amsterdam voor, maar omdat daar geen gewone mensen meer wonen, was Rotterdam opeens de battleground. Want 2002, want Pim Fortuyn. Ja, en dan kunnen ze dus de druk niet aan. Dan gebeuren er hele gekke dingen en dan blijkt politiek in Rotterdam toch een beetje als Feyenoord in de Champions League. Ze zijn er heel trots op, maar het is niet om aan te zien en het wordt ons ongevraagd in het gezicht gesmeerd. Gisteravond heb ik, als gewone Nederlander, geprobeerd te kijken naar iets wat ze in Rotterdam een verkiezingsdebat noemen. Het werd uitgezonden door Nieuwsuur. Zelden zo'n onsamenhangend soortje ongeregeld bij elkaar gezien. Ze hadden gewone Rotterdammers en politici lekker door elkaar gemixt. Leuk hoor, dat mensen van de straat zich nu ook met de politiek bemoeien. Maar ik zag het verschil tussen de burgers en de politici niet meer en had medelijden met de echt gewone Rotterdammers. Want Jezus, op wie moet je daar nog stemmen? Die kale, dacht ik nog, is die wel goed? Hadden ze geen andere gewone Rotterdammer uit de haven kunnen vissen? Bleek het de lijsttrekker van de PVV te zijn. Met NIDA en DENK, een uit elkaar gespeeld linksblok en dan ook nog Joost Eerdmans in de rol van wijsneus, was het een beetje veel. Conclusie, in Rotterdam hebben ze allemaal een hekel aan elkaar. Als de een wat zegt, schreeuwt en beledigt de ander er bij voorbaat maar vast doorheen. Na afloop vond ik het geen gek idee om in die geweldige stad dan maar geen verkiezingen te organiseren. Kan er geen regent naar Rotterdam? Een van regeringswegen aangestelde graaf die er een nieuwe kuip neerzet, of de oude restaureert, dat mag ook, en die al die lijsttrekkers opsluit en ze de straten laat vegen. Want daar hadden ze dan wel allemaal de mond van vol. Van niet lullen, maar poetsen en rust, reinheid en regelmaat. En dan eens per maand een cameraploeg er naartoe zenden, zodat we kunnen zien hoe het met ze gaat. En uitzenden op RTV Rijnmond graag.